Ja, vrienden, ik ben er ontdaan van. Jullie zijn er ongetwijfeld ook allemaal ontdaan van wat we gezien hebben met die rellen. Want ja, daar zijn gewoon geen woorden voor. Daar word je gewoon stil van. Dat is het gewoon, ja. Want toen ik ernaar zat te kijken naar die beelden, dan gebeurt er iets heel vreemds. Want je lichaam vertelt je gewoon dat er iets verschrikkelijks aan de hand is. Je lichaam schiet in een kramp. Ja. En je krijgt pijn op plekken waar je normaal eigenlijk nooit zoveel voelt. Je maag begint een beetje te draaien. Je ademhaling wordt een beetje onregelmatig. En je voelt je gewoon ongemakkelijk. Maar dat zal ik niet alleen hebben gehad. Al die fysieke ongemakken. Nee, jullie ook. Dat weet ik zeker. Weet ik zeker. Dat er mensen thuis hebben gezeten, die hebben naar die beelden gekeken. En dat ook bij jullie. Dat mensen gewoon helemaal niet goed werden. Of gewoon in tranen zijn uitgebarsten bij het zien van zoveel geweld. Daar zijn gewoon geen woorden voor. En daar val je gewoon stil bij. En dan ben je verzonken in je gedachten en je denkt alleen maar bij jezelf: wat willen ze hier nou mee? Wat willen ze hier nou mee bereiken? Want je vecht dus dan zogenaamd voor je vrijheid, of je bent tegen de maatregelen, daar vecht je dan voor. En dan ga je dus auto's in de brand steken. En dan ga je messen gooien naar de politie. En dan ga je lopen plunderen. Wat in godsnaam heeft de Jumbo te maken met coronamaatregelen? En dan ga je winkelruiten ingooien van middenstanders die het al zo verschrikkelijk moeilijk hebben. En dan ga je ook nog proberen de ruiten in te gooien van hun ziekenhuis. Daar kan geen GPS-systeem tegenop. Hoe ver ben je dan de weg kwijt? En dan vraag je je elke keer weer af: wat willen ze hier nou mee bereiken? Wat willen jullie dan? Willen jullie dat al die maatregelen dan verdwijnen? En dat we allemaal corona krijgen? En dat alle ziekenhuizen overvol lopen? En dat we de kisten met de lijken gewoon maar moeten opstapelen omdat we ze niet eens kunnen begraven? Is dat dan wat je wil bereiken? Maar het enige wat jullie tot nu toe bereikt hebben, is dat ze in het buitenland denken dat we in een burgeroorlog zitten. Die beelden gaan de hele wereld over. En in al die andere landen denken ze bij zichzelf: wat is daar aan de hand in dat Nederland? En dat is zo verschrikkelijk pijnlijk. Daar zijn gewoon geen woorden voor. Daar val je stil van.